Woede om bizarre toeslag NS. Een toeslag op een treinkaartje tussen Amsterdam en Rotterdam houdt de gemoederen bezig. Buiten de spits hoeft tijdelijk geen toeslag te worden betaald voor de snelle Intercity direct. Maar reizigers moeten hun chipkaart wel langs de speciale toeslagzuil halen. Ook al is het gratis. It makes no sense. Because if it's free, why should you check in? Is het gratis, ja? Dat is wel gek. Heel gek. Heel erg gek. Ik begrijp niet waarom ik dit kaartje daar tegenaan moet houden als het niks kost. De NS heeft nu bedacht dat mensen op het moment dat ze geen toeslag hoeven te hebben, toch een toeslag moeten kopen die vervolgens 0 euro kost, maar waarvoor ze wel langs een zuiltje moeten. Ja, dat is gewoon het in de maling nemen van je klanten. Ik zie mijzelf ook niet als ik even in de Albert Heijn ben geweest en ik wil iets kopen, maar ze hebben niet wat ik wilde, dat ik dan toch naar de kassa moet en dat ik dan een bonnetje krijg met 0,00 euro afgetikt. Mag ik wel even mijn pincode? Sorry, ik kan het ook echt niet serieus nemen, deze poppenkast. Vergeet je niet je kaartje tegen de paal te doen? Ja, maar na de spits is je toch gratis reizen, of niet? Ik heb geen toeslag betaald. You didn't do that? No. You didn't know that? I didn't put it. I couldn't put it. Dat heb ik niet gedaan, want er stond erop dat dat niet nodig was. They never actually asked me to do it in the train. Like when they checked the ticket, they never said about it. Maar je moet hem dus wel tegen de paal houden. Dat is raar, hè? Oh, ja, dat wist ik niet. Wij zeggen boycotten die handel. De reiziger is geen gekke Henkie. Die gaat geen volstrekt overbodige, nutteloze dingen doen. Dus gewoon niet doen. Maar heb je hem dan gemist? Ja, volgens mij wel. Ik begrijp totaal niet waarom dit gebeurt hier. Weg met die paal? Absoluut. De NS geeft toe dat de methode een beetje omslachtig is. Maar door reizigers altijd in te laten checken, wordt verwarring juist voorkomen.